Dit is Tiffany, een van de weinige dames die vissen. Ze heeft nog nooit een snoekbaars of een roofblij gevangen. Lukt het haar in deze video om haar eerste snoekbaars te vangen? We vissen op een rivier en een groot meer. We gebruiken vandaag veel tactieken om ervoor te zorgen dat zij haar eerste roofblij of snoekbaars kan vangen. Van topwater tot tubes, we proberen het allemaal vandaag. Nou goed, we maken nog een worpje of vijf en als we dan gaan aanbeten hebben opgeleverd, dan mazzel. Nou, lekker wegwezen hier. Centimeter op hier. Hangen. Holy shit. Goedemorgen. We gaan vandaag op zoek naar haar allereerste snoekbaars. Het moet gebeuren, hè, vandaag. Het moet gaan gebeuren. Ik denk dat het mogelijk is. We gaan het doen. Het moet gewoon. Dat zeker. Maar als eerst gaan we even kijken of we een paar baarsen kunnen vangen op een baarsstek van me. Vissen met de Carolina rig en de tubes. Misschien een twitch beetje tussendoor. Maar het hoofddoel van vandaag wordt een mooie snoekbaars. Een mooie snoekbaars. Zo is het. Precies. Nou, wij gaan gauw lopen. Mijn Carolina rig is redelijk simpel. Ik heb een heel klein kreefje eraan zitten met een offsethaakje en 2 keer 10 gram sloot zodat ik lekker ver weg kan gooien en goed bodemcontact kan houden. Dat is voor nu lekker mijn tactiek. Ik ga ook nog even gooien met de tube op deze plek. Dat is sowieso om even te zorgen dat ik gewoon kan kijken of de vis actief is of dat ze wat langzamer willen. Het is zomer, dus ik denk dat actief het wel gaat worden vandaag. De eerste snoekbaars is binnen, gevangen op de tube. Ik los de eerste snoekje voor de kant. Die zwom zich vast in een takje, ja, toen schoot hij los. Een heel klein snoekje, ik zag hem er ook op klappen. En daarna maak ik een worp over de plekken waar Tiffany al de hele tijd overheen staat te vissen met de zeerig. En ik doe met de tube een worpje en ik krijg een aanbeet. En vervolgens, daarna haak ik een mooie snoekbaars. Dus deze laten we lekker zwemmen. Ik ga kijken of er nog een paar bij liggen of een paar goede baarzen. We zijn nu even op zoek naar de baars. En deze mag wel lekker zwemmen. Zo, aangekomen op de tweede spot. We zijn even doorgelopen. Net nog niet gefilmd, maar we gaan nu in ieder geval de tweede spot uitvissen. Tot nu toe is het één snoekbaarsje, dus op zich dikke prima. Super blij mee. Nu kijken of we nog even een baars erbij kunnen pakken. Prachtig. Ook op de Carolina rig, harde aanbeet. Ik dacht eerst dat het een 50er zou kunnen zijn, want het was echt een sterke vis. Voelde ook heel zwaar aan, maar het bleek in ieder geval 43,5. Nog steeds niks verkeerds mee. Ik ben er blij mee. We gaan hem lekker laten zwemmen. Dan gaan we door naar de volgende. Oké, we gaan nu gauw doorlopen. We gaan terug naar de auto en dan gaan we gelijk door naar de volgende plek. Een stukje rivier pakken en we gaan ervoor zorgen dat Tiffany de allereerste snoekbaars gaat vangen. Je zou zeggen, dat moet toch wel gaan lukken vandaag? Nou, laten we het hopen. Zo, we zijn maar gauw doorgereden naar een andere stek. Een plek voor baars en eventuele roofblij. De snoekbaars lieten niet van zich horen vandaag. Dus ja, dan maar lekker baarzen en roofblij tussendoor. Gaat hij lekker proberen. Eerst even tjoepen en dan eventjes een aasje voor roofblij eraan hangen. Heb jij ze hier? Centimeter van peer vandaan, joh. We waren op baars bezig en opeens klapt er een roofblij naast me tegen de kant aan. Ik gooi mijn tjoeper overheen en bam, vol erop. Net geen peer. Mijn peer is 75 en deze is 74. In eerste instantie dacht ik, dit kan nog wel eens een 80er zijn. Maar 74 roofblij is echt niet mis, hoor. Een paar mooie platen schieten en dan gaan we lekker aan het zwemmen. Nou, zoals ik al eerder gezegd heb, vis ik dus met een tube. Heel simpel, het is een soort octopusje. Loodje zit erin en daardoor krijgt het een hele gekke actie onder water. Gooi hem lekker ver in. Nou, als je tube op een gegeven moment op de bodem ligt, is het eigenlijk heel simpel. Tik je met de engel, tik je hem even 3 keer fel op. 1, 2, 3. Laat je weer afzinken naar de bodem. Daarna tik je hem weer fel op 3 keer. Dan is hij weer afgezonken. En tik je hem weer fel op. Het kan in de zomer heel goed werken, ook in de winter werkt het heel goed. Zeker iets om uit te proberen. De hengel die ik gebruik voor dit type visserij is de Hearty Rise Innovation MH. Is 26 gram. Naar mijn mening een van de beste hengels om te kunnen vissen met de zeerig, netrig en tjoepjes. Super hengel.
Wij gaan denk ik even lekker in de auto zitten, want het regent een beetje. Nadat we zeiknat geregend waren, besloten we om later in de week nog een dagje te plannen. Want Chifney had nog steeds geen snoekbaars gevangen. Zo, we lopen naar de tweede spot op dit moment. Een brug. Kijken of we een snoekbaarsje kunnen pielen hier zo. En dat gaan we maar even snel proberen. Niet te lang blijven hangen, gewoon even een paar worpen. En dan gaan we door. Ah, fuck. Kat er een. Aangekomen op de volgende plek. We vissen nu op een plek waarvan ik weet dat er grote baars zitten. Ook snoek zit hier redelijk veel. Dus we gaan het proberen. Ik laat Jiffany vissen met een chatterbait. En zelf ga ik lekker vissen met een crankbait. Ook nog even kijken of ik iets op de twitchbait kan verwachten. Maar we gaan het even proberen. Ja. Oh. Oh. Ik zag hem er ook op knallen. Het was wel een andere hoor, dit was een kleinere. Dan zeg ik als het zoveel haast is ook. Emma! Paars! Het is niet te geloven, we hebben een paarsje. 34. Ah, wel netjes toch? Gooi hem strak langs het kantje en toen klapte hij er in één keer erop. Ik dacht eerst dat ik vast zat, want ik zat daarvoor ook al vast in een plant. En toen in één keer was het vis. Hangen! Holy shit! Bizar hoor, echt bizar voor haar. Ze had helemaal nog geen grote baarzen gevangen. Nou vangt ze gewoon even de 46. Dat is toch belachelijk, hoe vet. Ziek hoor. Nou, 46 centimeters jongens. Weer eentje op de kant. Staat 2-0 voor mij nu met de baarzen vandaag. Nou Brett, hoe voel je je erbij? We verslagen. Ja. Nou, het is wel een mooi vis hoor, moet ik eerlijk zeggen. Zo, mijn eerste vis van de dag is ook binnen van vandaag. Tweede dag vissen voor ons en kijk die slime jongen. Ja, lekker hè. Ah, in ieder geval een hele mooie snoek weer. Het is geen reus, maar klopt toch nog even eentje op naar de baarzen. Moest er gewoon de snoek uitkomen ook. En ook dat is gelukt. Lekker ja, hebben. Mooi kleurtje. Dat zeker. Ja. Ik kom altijd met dat net tegen die lens aan. Mooi shot. Hij wou heel graag weg, dus dan laat maar gaan. Nou, het mooie is dat we super veel aasvis zagen en ook hele mooie plantenbedden. En meestal liggen baarzen, snoeken, snoekbaars, ja, voornamelijk de grotere baarzen, liggen daar tussenin. Dus strak langs het kantje gooien en gewoon door de stenen en de planten heen vissen. En dan vangt zij een vis. Ja, zo is het jongens. Vissie. Dus wij gaan lekker door de volgende spot en kijken of we daar nog eentje bij kunnen pakken. Want het zou ook leuk zijn als ik nog even een mooie baars kan vangen vandaag. Nou, we zijn toch maar teruggegaan naar de eerste baarsjestek. En het is niet geloven, want ik heb gewoon mijn eerste snoekbaarsje gevangen hierover. Jongen. Het is wel een mooi visje. Ik had het helemaal niet door. Ik ken het gevoel natuurlijk ook niet helemaal van de snoekbaars. Dus ik klapte erop en ik dacht, wat is het nou? Het is toch een klein snoekje. Maar het is een snoekbaarsje, dus het is geslaagd jongens. Ik heb mijn eerste snoekbaars gevangen. Ja, super tof, super blij mee. Ik had het hier niet verwacht. Ik dacht, we gaan nog een baarsje vangen, maar ik blijf verrast. Eerst een PR baars, toen mijn eerste snoekbaars. Ik ben er echt super blij mee. Maar de video is nog niet klaar, we gaan nog even een andere stek proberen. Dus ik hoop dat we daar nog een paar snoekbaars kunnen klappen. Zo, we gaan gauw door. Volgende spot. Tijd voor de snoekbaars? Ja, of 15. Nou ja, 15. Nog. 15 snoekbaars moeten vangen. We gaan in ieder geval lekker door. Volgende spot, klein bruggetje. Beetje een stroominkje erin. Dus roofvlei zit er ook. Klein bruggetje. Er zit roofvlei daar. Dus eventueel voor jou nog een roofvlei. Dan maken we de video helemaal af. Dan heeft ze de PR baars. Dan heeft ze de allereerste snoekbaars. En de allereerste roofvlei. Wel een knaller vandaag hoor. Ik had hem niet zien uitkomen. Nee, ja, ik heb nooit zo'n dag gehad. Nee, ja, ik ging, dag 1 ging ik heel goed. En nu ga ik vandaag wat slechter met één snoek.
En nou pakt zij het. Echt bizar. Maar hey, het is er ook gegund. Het is toch weer leuk ook. Ja, we zijn uiteindelijk bezig om de video natuurlijk te maken dat zij haar eerste snoekbaars gaat vangen. Nou, volgens breekt ze een paar baars. Ze vangt de snoekbaars. Dus eigenlijk mist ze nu de roofplein nog. Dat zou het wel afmaken. Ja, laat even weten in de comments hier beneden. Denk jij dat zij zo meteen een roofplein gaat vangen? Oh, dat is een goeie. Laat even weten hier beneden. Zo, we zijn aangekomen op de laatste spot. Kijken of we nog even een paar snoekbaars erbij kunnen vangen. Misschien kan ze een nieuwe PR vangen. Aangezien ze nu pas de eerste snoekbaars heeft gevangen. Dus misschien verbreekt ze hem hier nog. We gaan in ieder geval even kijken of we nog eentje bij kunnen pakken. En dan houdt het op hier. Dus op naar de waterkant. Ik voelde de arbeid al tijdens het afzinken. Maar ze liggen al verder onder ons. Zonnetje komt daar vandaag. Zo, ook mijn eerste snoekbaars is binnen van vandaag. Daar ben ik super blij mee. Het is geen reus. Jiffy heeft het wel gewonnen vandaag, in ieder geval qua grootste vis. Überhaupt in deze video heeft ze gewonnen qua grootste vis. Maar goed, eerst is binnen. Deze laten we lekker zwemmen en dan gaan we kijken of we er nog eentje bij kunnen vangen. Hij skipt er weer, heel mooi. Het is niet eens een misser hoor, dit is wel een goeie ook. In ieder geval wel lekker genomen. Mooi joh. Jezus. Dat is wel een hele sterke vis. Zo, we gaan filmen. Nou, hoppa! Tweede snoekbaars van mij is binnen van vandaag. En hij heeft de tube een beetje geïnhaleerd. Dat is dat wordt nog een leuk rijtje zo meteen. Maar goed, het chatje werkt niet meer. Dus ik denk, nou, dan maar even iets heel agressiefs. Tube, nou, harde rammer bovenop. Ik ga het nu eventjes opereren ondertussen, want zoals je kan zien, die zit lekker gehaakt. Maar hey, Dr. Brett doet het weer. Nou, we hebben lekker gevist. We hebben twee leuke dagen ervan gemaakt uiteindelijk. De eerste dag was nodig. Ja, de eerste dag was voor mij heel goed. Vandaag was het jouw beurt. Ja, het was wel een lekker dagje hoor vandaag, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, en eerst snoekbaars. En PR-baars. Alleen nog een roofblaadje even een keer tikken. Ja, nou, kijk, het is natuurlijk zo mooi ook dat zij zegt tegen mij, ja, mijn PR-baars is ergens binnen 20 of zo. Oh, ja, die gaan we niet goed. Wij gaan deze dagen wel zorgen dat jij je snoekbaars vangt en dat jij je PR-baars verbreekt. Nou, dat is wel aardig gelukt. Dat is wel goed, dat is wel goed gekomen. Ja, dus, nou, een nieuwe vriendschap is ontstaan, dus ik denk dat jullie haar vaker gaan zien in de video's. En ik denk dat wij lekker gaan eten. Zo, ik was in een hamburgertje. Ja, mijn maagje rommelt ook wel. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even wat weten in de comments. Heb jij nog iets leuks te vertellen? Moeten wij iets doen de volgende keer? Ja, dat is ook een goeie. Laat het even weten. Heb jij iets leuks? Drop het hier beneden. Doe een blauw duimpje omhoog. En zeker niet vergeten te abonneren. Tot de volgende. Later. Doei.